staan weer bij de bij op de Koningshof. Leuk dat je kijkt. Je ziet dat er het een en ander gebeurd is. Er staat een extra kast bij. Er staat nog een witte kast hier zo in het gras. Ja, ik heb twee zwermen gehad. Dat was wel mooi. Ik was er zelf niet bij en iemand heeft ze geschept voor mij. Twee extra volken. Dus heel wat aan de hand. We gaan vandaag even kijken in dat extra volkje wat hier staat. Om te kijken of ze meer ruimte nodig hebben. En ik wil even de kasten wegen om te kijken hoeveel honing er al in zit. Dus leuk dat je kijkt en laten we even die bijen pesten. Ja, ik sta nou dus bij dit witte kastje. En je kan wel zien, het is een piepschuimen kastje. Super handig voor het scheppen van een zwerm. Want hij is dus heel licht, niet van hout. En ik ga hem nu openmaken, dus kijk met mij mee. Nou, wat je goed kan zien is dat inmiddels alle ramen, je ziet het is een zesramer, zijn uitgebouwd. Nou, wat betekent dat? Dat betekent, ik had hier kunstdraad in zitten om een beginnetje te maken, maar je ziet dat er hele mooie nieuwe cellen in zitten. De was is helemaal wit. Zit hier bovenin zit. Hierbovenin zie je dat daar donkere vloeistof in zit, dat is honing. En dat is ook de honing die deze bijen aan het opeten zijn. Want met het openmaken van die deksel heb ik dus allemaal cellen kapot gemaakt die hier tegenaan zijn gebouwd. En je ziet hier heel mooi dat stuifmeel zitten. In pakketjes, ze zijn heel mooi in pakketjes hier tegenaan gezet. Er zit wat honing in. Nou, ik zie wel dat deze bak heeft echt meer ruimte nodig. Dus daar gaan we wat aan doen. Ik ga er een bak naast zetten en dan ga ik ze in overhevelen. Kijken of ik de camera zo kan neerzetten dat je dat kan zien. Er zit hier een nieuwe opstelling. Hier de oude bak. Met trouwens mijn nieuwe pijp. Die rookt zonder dat ik er doorheen hoef te blazen. Die heeft zo'n balgje. En hier de nieuwe bak. En je ziet die is nog leeg. Nou, hier passen 10 ramen in. Hier passen er maar 6 in. Dus ik kan ze gewoon een stuk extra ruimte geven. En dat gaan we doen. We gaan ze gewoon overhangen. Kijken of ik die camera zo kan plaatsen dat je dat kan volgen. Nou, een beetje improviseer. Dan zie je ook dat die nieuwe kast, daar zit toch een meter tussen. Je kan een kast niet te snel verplaatsen, want dan raken de bijen de weg kwijt. Die vliegen terug naar hun originele plek en dat is dus daar. Dus ja, een beetje kan wel. Ze kunnen elkaar een beetje de weg wijzen, maar ik wil ook niet dat ze verdwalen. Dus beetje voor beetje kan ik die kast verplaatsen. Je ziet, het is een honingraam. Honingramen zijn kleiner. Er zit al echt allemaal mooi gele vloeistof in. Honing dus. En hem heel mooi aan het uitbouwen. Had nog even gekund qua ruimte. Maar ik wil niet dat ze alweer een zwermneiging krijgen. Dat ze er vandoor proberen te gaan. Dus geef ze gewoon mooi wat meer plek, meer ruimte. Dan kan die mooi uitgroeien tot een groot volk. Nou is het niet mijn bedoeling. Hier ook. Honing en stuifmeel. Zie je hier. Hier honing. Stuifmeel wordt altijd rondom het broednest gelegd. Dus dat zal betekenen dat het volgende raam dat er allemaal broed te vinden is. Het is
niet mijn bedoeling om 4 volken te krijgen. Die heb ik nou. Maar ik kan in het najaar kan ik volken bij elkaar doen. Een van de 2 koninginnen die gaat er dan aan. En je ziet hier allemaal broed. Het is allemaal broed, allemaal dichte cellen. Er worden allemaal nieuwe werksters gemaakt. Jonge bijen. Oudere bijen. Ik zie helemaal geen darren. Je hebt dat kleine volk helemaal niet nodig. Kijken of we de koningin kunnen zien. Nee, we zien geen koningin. Die heeft natuurlijk ook niks te zoeken. Met al die dichte cellen. De koningin die is nu op het toppunt van haar legcapaciteit. Dus die is flink aan het leggen nu. Ja, ik ben echt heel blij met dit zwermpje. Dit is echt een heel rustig volkje. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, je ziet gewoon dat ze heel mooi op hun raam blijven. Dat ze niet opvliegen. Hier ook allemaal broed. En dat broed wat aan het uitkomen is. Hier zie je, hebben ze wat in elkaar geknutseld, als je dat ziet. Er zitten 2 ramen. Raten langs elkaar, maar ja, laat ik maar zitten. Ik zie daar verse eitjes. Ja, waar zit die moer, hè? Waar zit die koningin? Ik heb haar vorige keer een stip gegeven. Dus het moet niet heel moeilijk zijn. Kijk, wat rustig ze mooi blijven zitten, zeg. Ik wil deze koningin echt wel heel graag houden. Dus dat betekent als ik deze bij een ander volk ga doen, dat die andere koningin... zeg maar naar de hemel stuur. En ik weet ook al welk volk dat gaat zijn. Ik heb een volk met hele onrustige bijen juist. Daar wil ik wel wat aan doen. Even kijken. De koningin zien. Ja, soms is ze gewoon aan de wandel en zie je haar niet als imker. Maar ik zie wel Brias broed in alle stadia. Maar hier zit ze ook niet op. Of ik heb haar over het hoofd gezien, dat kan natuurlijk. Dan zit ze misschien in de laatste. Heel fijn werken. Allemaal jonge eitjes, allemaal op net gelegd. Ja, daar zie ik haar. Hier zo, met die witte stip. Zie je er? Met de witte stip heeft ze. Het is wel mooi om te zien hoe zij, waar zij loopt. Er wordt ruim baan gemaakt. En je ziet misschien dat ik haar vleugels eraf heb geknipt. Dan raak ik haar niet kwijt. En ze is cellen aan het inspecteren om te kijken waar kan ik een eitje inleggen. En je ziet dat ze de hele tijd besnuffeld wordt. Bevoeld met voelsprieten. Ze wordt gelikt. Zo verspreiden zich feromonen. Door het hele volk, zodat zij de enige leggende vrouw is. Die bij is haar nu aan het likken. En die feromonen zorgen ervoor dat de rest van die eierstokken van alle andere bijen, dat die onderdrukt worden. En dat ze dus de enige vrouw is die aan de leg is. Ik zit er mooi rustig hier zo tegenaan. Kan zij met haar werk doorgaan. En altijd... Moet je altijd voorzichtig mee zijn. Nou, dan zet ik aan beide kanten. Zet ik dus kunstraad. Ja, dat is bijenwas
in de juiste vorm gegoten en zij kunnen dat dan uitbouwen. Daarmee dwing ik ze zeg maar om op deze manier raten te bouwen. Zo, nou, nog twee erbij. Wat is het dan? Nou, dit ziet er altijd een beetje ruw uit. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar op deze manier zitten ze allemaal in een nieuwe bak. Een deksel erop. En deze deksel erop. Zo. Er zit een bandje omheen. Zo. Wat was hem dan? Ik ga nog even kijken hoeveel honing erin zit. Maar dan til ik alleen maar de kast even op. Leuk dat jullie erbij waren. We gaan kijken of ze een plekje terugvinden. Maar dat lijkt wel te gebeuren. Ik vlieg al af en aan. Leuk dat jullie erbij waren. En hopelijk tot snel weer. Heel veel succes!